Esther, morgen is er een dag waar jij je volgens mij lang op hebt verheugd. Heel lang. Ja, dat is toch gewoon weer dat ik daar een jaar naar uitkijk zo'n beetje. Dus eindelijk mogen wij ook van start. Ja, de start van het wheelchair toernooi gaat beginnen. We hebben 4 waanzinnige wedstrijden. Neem ons er even mee. Ja, je doorheen. Moet. Dus ik wil eigenlijk. Ja, nee, jij mag niet meekijken. Nee, je mag wel meekijken hoor. Nee, ik leg hem tussen ons. De loting is namelijk net geweest. Dus ik zit er nog niet helemaal in. Maar we beginnen met een wedstrijd waar we het volgens mij over 1 iemand in het bijzonder even moeten hebben. Ja. Tokito Oda. Ja. Speelt tegen Nicolas Pijver. Maar even beginnen bij die Tokito. Ja, die is dus 15 jaar. Een soort wonderkind uit Japan. Is hier voor het eerst. Wat ik zeg, 15 jaar, heel jong. Ongelooflijk. Maar iedereen heeft het zeg maar over hem. Als in, als je dus de topspelers bekijkt. Gordon Reid, Shingo Kunieda. Die zeg maar een niveau hebben laten zien in de afgelopen jaren. Waar nooit iemand aan kon tippen. Dit is een combinatie van al die spelers, zeg maar. Nu dus het is, al. Ja, nu al. En hij heeft ambitie uitgesproken. Ik heb interviews van hem gezien online. Want, nou ja, nogmaals, ik heb hem niet gezien. Maar online is opgezocht. En hij zegt, ja, het enige wat ik wil is minimaal nummer 1 van de wereld worden. Maar 3 keer Paralympisch goud winnen. Dus hij heeft ook geen gêne. Hij heeft ook geen... Dus het is, ja, super tof. Dus ik kijk enorm uit naar... Ik heb vanmiddag even training gekeken. Ja, ik word wel een beetje... Ja, ik ben onder de indruk. Gewoon die voorhand. Ja, ik vind het wel echt... Kunnen we zeggen, hele hoge verwachtingen. Dus van de eerste partij meteen. Ja, nou ja, dat. En dan misschien is ook wel hoge verwachtingen in de zin van... Hij heeft al een paar keer een topspeler verslagen. En dus wie weet wat hij hier kan laten zien. En dat zou ik wel heel tof vinden. Nou, Tokito Oda, we gaan hem volgen. Ja. Dan een Spaanse clash tussen Martín de la Puente en Daniel Cavazzacci. Ja. Ja, die kennen elkaar dus door en door. Ja. Later op de dag komen we nog een keer zo'n clash tegen. Maar het is natuurlijk een beetje, als je die loting hebt... dan hoop je eigenlijk niet dat landgenoten tegen elkaar uitkomen. Maar dat is in dit geval dus wel. Dus dat zijn 2 redelijk jonge Spaanse spelers. Heel leuk, heel vlammend, zeg maar. Dus dat gaat ook wel spetteren. Maar die moeten dus tegen elkaar. Dus eentje daarvan vliegt eruit. Volgens mij krijg ik de glimlach überhaupt niet meer van je gezicht. Nee, ja, ik heb er zin in. Ja, fijn. Ja. Nou, dan gaan we gewoon naar de volgende. Want dat moet ook Nederlandse glorie. Ja. Michael Scheffers. Ja. Heeft hij een moeilijke loting met Takuya, Takuya Miki? Ja, toch wel. Ja, dat is ook een Japanner. En eigenlijk de Japanners zijn allemaal best wel pittig. Michael is natuurlijk een speler die heeft hier alle edities meegedaan. Dit is de 14e editie van het Rossel Tennis. En Michael was er alle edities bij. Dus dat is wel mooi om te zien. Een beetje oude rot in het vak dan dus. Ja. En ik hoop gewoon dat hij het hier heel goed doet. Ja, dat is toch hij moet dat rondje gewoon even winnen. Dat zou ik wel heel leuk vinden, ja. Ja. En de laatste is Joachim Mutjaar. Dat is een Belgische clash. Dat wilde je eigenlijk ook niet. Maar ja, we kunnen het niet... Nee, kunnen we niet voorkomen. Nee. Joachim Gerard tegen Jeff van Dorpen. Ja, ja Jeff is een van de jongere spelers. Die kwam hier 2 jaar geleden in met een wildcard. En die is nu op eigen kracht erin gekomen. En Joachim was ook nog een twijfel of hij überhaupt hier zou zijn. Want die heeft in Tokio bij de zomerspelen een hartinfarct gehad. Jeetje. Dus het was echt nog even van gaat hij weer terugkomen als topspeler. Maar is helemaal teruggekomen. Heeft ook Australië weer gespeeld. Voelt zich super lekker. Dus wordt ook een mooie pot, denk ik. Het is wel een dag om meteen... het is een goede warming-up, ja, precies. Ik ga daar aan de kant zitten en ik ga wel even genieten, denk ik. Ja. Heel, heel erg leuk. Heel veel plezier. Dank je. We gaan met z'n allen kijken. En spannend. Morgen de start van het wheelchair-toernooi. Want to watch more? Please don't forget to press subscribe.